nog veel ergere beta, en dat is mijn vader. Die was hoogleraar in de DNA, zeg maar. Hij is nou overleden. Een pure beta die grote bewondering had voor alfa's, mensen met gedachten. Hij had ook wel gedachten, maar hij had dat bewondering. Andere gedachten. Ja. Ondertussen, kenmerkwaardig, was de jaren 60, had hij dus in zijn studeerkamer van die abstracte schilderijen hangen. Kandinsky of Kandanski, ik weet niet precies meer. Heel vroeg, terwijl overal elders landschapjes met schapen hingen in die huiskamers. Hij niet. Hij was geabonneerd op, hoe heet het ook alweer, dat je elke maand... Openbaar kunstbezit. Openbaar kunstbezit, die kreeg hij binnen. Zes kinderen dus. Ja. Dat moest de beslissing zijn, financieel. Hij deed het toch. Hij heeft het mee naar musea geschreven. Hij stapte er geen barst van, maar hij vond dat wij iets moesten leren wat hij niet kon. Dat kwam het in feite ook niet in. Dat ik op zich een mooie pedagogische houding vond. Vervolgens ontwikkelde zich dat. En, mijn broers, we zijn nog zes kinderen. De ene komt verdikkende kunst terecht in de theaterwereld. Dat is nou een interim manager die de Schouwburgerwereld de wereld redt, een miljoen bezuinigt. 60 mensen die de liefde waren ontslaan en voor onze tent als even aan het stuur. Zeker overheid overigens. Openbaar belang, publiek domein, waar ik ook in zit en hij ook. Mijn andere broer zit ook in het publiek domein, ook in dat geval. Ik trouw, ik krijg kinderen, er wordt allemaal niks. Kinderen zijn prima, mijn vrouw zijn er niks. Dus ik ben weggaat. Dat is nou 20 jaar lang. En wat tref ik? Ik tref een beelddenker. Ik tref een beelddenker die als hij op de A6 rijdt, bij het voorbijgaan van de auto zegt, hé, dat was de oude auto van de buurman 1998. Hij was toen blauw en hij is zwart overgespoten. Maar het nummer doet het zelf. Overigens, de buurman zat er niet in. Die heeft dus beelden in haar hoofd met dingen waardoor ze dat kunstbeertje, dat tasbeertje moeiteloos kan vinden met het overzicht en met ogen open, dat beeld herkent. Die is 10 jaar geleden begonnen met schilderen. Die blijkt daar gewoon gaven voor te hebben. Echt schitterende dingen. Het heeft zeker 5 jaar geduurd. Steeds proberen ze mij te laten zien van, is dit schilderij af of niet af? Ze dacht, simpele les moet je bij die beta's doen. Begin al eenvoudig. Klopt dit of klopt dit niet? Geen verhalen, geen redeneringen, geen essays en zeker geen tabellen. Wat vind je intuïtief? Is dit schilderij af of niet af? Na een aantal jaren kon ik haar zeggen, dit is niet af. Ik weet nog niet precies waar, maar ik denk rechtsonder. En dat klopt. Met andere woorden, dat beeld, ja, moet ik het zeggen, het is niet het beeld snappen. Ik snap er helemaal niets van, waarom ik iets mooi vind. Ik snap ook niet waarom ik een huis prettig vind en een ander huis afschuwelijk. Dat beelddenken kun je, heel bizar voor mij, kun je niet beredeneren. Kun je geen boek over schrijven, kun je geen artikelen over schrijven, alle dingen die ik gedaan heb. Dat kun je leren ervaren. En dan snap je waarom je vrouw dat schilderij nog niet af heeft, namelijk rechtsonder.